gaan met een steeds breder spectrum van conflicten. En honderden de aanpassen het bredere spectrum van conflicten in verschillende delen van de wereld. En daarom moeten allen de defensiediplomatie versterken om de spanningen tussen de staten te verminderen en klaar te zijn om de soevereiniteit van de staat te handhaven. De president vroeg ook om de technologische cyber uitgerust met de moderne wapens. Volgens de president moet de PNU moed hebben om deze technologieën te gaan bouwen. Hij vroeg om een sprong in de militaire technologie in de komende 20, 30, 50 jaar om te worden verwacht. Aan de andere kant zei de minister van Defensie, Prabowo Subianto, dat de ontwikkeling van defensiesystemen in de toekomst uit nationale middelen zal komen. De gebruikte nationale hulpbronnen omvatten natuurlijke hulpbronnen en kunstmatige hulpbronnen. Die zijn te integreren. Het thema van de 20 bijeenkomst van het minister van Defensie is de universele defensie garandeert het overleven van de eenheidsstaat van de Republiek Indonesië. Prabowo zei dat defensie universeel, geïntegreerd, geleid en het voort op de standaard uitgevoerd van de Republiek Indonesië bleef op basis van Pancasila in de grondwet van 1945. Om dit te bereiken riep hij alle elementen van de samenleving op zich te verenigen in het handhaven van het soeverein van het land. Met een sterke eenheid, territoriale integriteit en de veiligheid van alle Indonesiërs om in de toekomst verschillende bedreigingen en uitdagingen het hoofd te bieden, kan dit worden bevestigd. Prabowo bracht al deze dingen over voor president Joko Widodo. Volgens Prabowo wekte de aanwezigheid van de president alweer op de bevelhebber van het Indonesische leger moreel en vertrouwen in de gehele Indonesische defensiegemeenschap. Dat was het hoogtepunt van de week. Voice of Indonesia. We beginnen het programma vandaag in geschiedenis met de geschiedenis van 26 januari 1950. India wordt een republiek. Op 15 augustus 1947 riep India zijn onafhankelijkheid uit van de Britse koloniale heerschappij. Na verschillende interne conflicten te hebben doorstaan, werd uiteindelijk in 1949 de grondwet